We hebben het meest liberale kabinet sinds 1918, maar bij het CDA blijft het moralistische bloed stromen waar het niet gaan kan. These boys greet their dad as though they are genuinely glad to see him. Wat ik aangegeven heb is, let op, als je kinderen hebt, je hebt ervoor gekozen en je hebt, de periode van de school in beeld, maak tijd vrij, kies dan ook echt daadwerkelijk ervoor om daar 100% bij betrokken te zijn. Is die oproep nodig, vindt u, voor ouders in Nederland? Nee, dat vind ik helemaal niet nodig. Maar volgens mij bedoelden ze ouders. En dat betekent in Nederland meestal moeders en die doen al heel veel op school. Tell mother how good the food is. Maybe Sis rates a compliment too. Ik vind gewoon meer aandacht van de ouders voor wat gebeurt er met die kinderen op school. Ja. Terug naar de jaren 50, moeders die niet meer kunnen werken. Nee, kul, onzin. Het gesprek aan tafel over van hoe gaat het met je huiswerk? Wat moet je nog doen? Vertel even, wat heb je geleerd vandaag? Hoe gaat het op school? Ook positief spreken over de leraar, over het gezag van de leraar. Nobel streven om norm en waar te verbeteren. Maar ja, of het dan op zo'n manier moet, dat vraag ik me dan af. Het is natuurlijk wel betuttelend richting ouders. Ik vind het verantwoording van de ouders zelf. Let father and mother guide the conversational trend if they desire. Dat ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij opvoeding lijkt me nogal logisch. Maar dan moet je vooral kijken wat de minister doet om hen daar ook toe in staat te stellen. En als je ziet dat de kinderopvang niet goed functioneert, dat als er zorgleerlingen zijn, hè, dus als kinderen gewoon moeite hebben, moeilijkheden hebben, wordt daar ook heel erg op bezuinigd. Dus als nou de minister zo'n hoge toon aanslaat richting ouders, laat ze dan eerst eens even kijken wat ze zelf doet. Ik denk dat het beter is om het geld in onderwijs te stoppen in plaats van onze ouders te vragen om nog meer te gaan doen. Hoe is dat in de rest van uw partij ontvangen? Ik geloof niet dat iedereen op de banken stond bij de manier waarop het was gepresenteerd. Die zware CDA-saus die eroverheen gelegd werd, nou, dat zouden we maar niet doen. Even nog tot slot, want u draagt ook zelf aan dat u in uw tijd dat uw kinderen op school zaten vaak een oppasmoeder heeft ingeschakeld die als leesmoeder fungeerde en dingen deed op school en u daar niet zelf bij betrokken was. Hoe valt dat terrein bij de boodschap die u nu uitdraagt? Inderdaad, als ik terugkijk denk ik, nou, ik had ook wel een beetje beter betrokken kunnen zijn. En er is niks mis mee. Maar begrijpt u dat het een beetje conflicteert met wat u nu zegt? Ja, maar ik bedoel, het belangrijker is dat je onderkent dat je goede punten hebt gehad. En dat je punten hebt waarvan je zegt, nou, dat had ik wel iets beter kunnen doen. Nee, dat zie ik niet zo als een probleem.